Her en der moeten we de natuur al een beetje helpen. Want regenwater is er de afgelopen dagen niet gevallen. De komende dagen wordt het warmer, tropisch warm. En dat zou wel eens de motor kunnen zijn. voor een paar forse buien later in de week. Daarover zometeen meer. Nou, buien zijn er vandaag niet geweest. Het was vooral zonnig en warm. Landinwaarts op uitgebreide schaal meer dan 25 graden. Aan de noordelijke horizon verschenen in de loop van de dag wel wat wolkensluiers. Maar die bewolking die in het noorden zichtbaar was, die komt wel onze kant op. We kunnen het ook heel mooi zien op de satelliet. Maar regen gaat daar niet uitvallen. Wel zorgt het ervoor dat het dinsdag iets minder zonnig gaat verlopen. Want als we kijken naar de verwachting, dan zien we dat vanavond dat pakket met bewolking... de meest dikke bewolking nog ten noorden van ons land zit. We hebben vooral met sluierwolken te maken. Maar vannacht dan neemt het aandeel wolken toe. Morgen hebben we daar ook in eerste instantie mee te maken. Gaandeweg de dag lost de bewolking meer en meer op en krijgt de zon meer ruimte om te schijnen. Vanavond dus vooral sluibewolking. De meeste zon in het zuiden. Nog aangename temperaturen, vooral ook omdat er heel weinig wind staat. En vannacht, onder die bewolking, wordt het niet veel kouder dan zo'n 14 of 15 graden. Ja, morgenochtend hebben we dan ook een tijdje met die wolkenvelden te maken. De zon heeft het even een tijdje moeilijk. Maar in het noorden, ja, daar begint het als eerste op te klaren. En gaandeweg de dag breiden die opklaringen zich uit. En een deel van de bewolking zal ook gaan, gaan oplossen. Nou, bij dat alles een noordoostelijke wind, een niet al te sterke wind. Maar daardoor maximaal zo'n 19 graden op de Waddeneilanden, 24 graden in het midden van het land. De hoogste temperatuur in het zuiden van Limburg 26, misschien wel lokaal 27 graden. En de temperaturen gaan dus verder omhoog. Woensdag al op veel plaatsen een tropische 30 graden. En donderdag lukt dat op heel veel plaatsen in het oosten misschien wel 34 of 35 graden. Heel misschien donderdagavond al een enkele onweersbui, maar meer buien volgen op vrijdag. We hebben dan warm broeierig weer met zo'n 25 graden. En vooral later op de dag kunnen een paar forse regen en onweersbuien tot ontwikkeling komen. Fijne avond.